Ik ben Marja Wolf en mijn nieuwe beste vriend is Billy. Onze ruwhaarige tackle van 14 weken. Ik ben heel lang een kattenvrouw geweest. Ik heb 37 jaar Perzen gehad. En ik heb altijd een wens gehad vanaf dat ik klein kind was, dat ik een hond wilde. En dat is er nooit van gekomen, ook niet door mijn werk. Ik ben het einde van 2016 gestopt met werken, gewoon eerder gestopt. En toen dacht ik, nu heb ik ruimte voor een hond op te voeden. En dan kan ik genoeg aandacht aan besteden om daar een leuk en lief gezellig beest van te maken. Kom, kom maar. Volg, volg. Nee. Eigenlijk mag dit niet, hè. Dit mag niet, hè. Ik heb hele strenge regels, want nee is nee. En als die ergens op een poot gaat liggen kluiven van de stoel, al moet ik hem de 100 keer vandaan halen, dan doe ik het ook 100 keer en 100 keer straf ik. Maar zeg ik ook als hij het goed doet. Dat heb ik van mijn vriendin, de gedragstherapeut, Jette Hondenjuf, heb ik dat geleerd. En dat werpt wel zijn vruchten af, maar je moet een hele lange adem hebben. Want ja, tackles zijn eigenwijs. Hé, jongen, wil je er even uit? Kom maar. Kom maar. Kom maar, goed zo. Goed zo. Maar het is soms ook lachwekkend als hij natuurlijk zijn vliesdeken uit de bench door de kamer heen sleurt. Die is natuurlijk gewoon 10 keer groter dan hij. Het is lachwekkend, maar ik straf hem wel dat hij het niet mag doen. Dan ging hij voor een time-out in de bench. Ben je zo blij, jongen? Ben je zo blij? Au, 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 au. Niet hard bijten. Niet bijten. Niet bijten. Goed zo. Hé, los. Goed. Voet. Zo. Het zijn eigenlijk 2 lapjes naast zijn kop waar hij begrijpt zelf niet waar ze voor zijn. Want hij luistert toch niet. Dus functie voor oor heeft hij nog niet ontdekt.